Alle lokale voetbalhelden in één stickeralbum verzameld. Maandag was de eerste dag van de voetbalplaatjesactie in Raamsdonksveer. Het initiatief is een samenwerking tussen alle voetbalverenigingen uit de gemeente Geertruidenberg en de plaatselijke supermarkt. In totaal zijn van 1200 spelers van Ruito, Veerse Boys, Raamsdonk en Good Luck portretfoto's gemaakt. Van de kabouters tot de oudste senioren. Iedereen staat erop. De plaatselijke supermarkt liet 1,6 miljoen plaatjes drukken, verdeeld over 200.000 pakjes. Tot nog toe is het een succes. Alleen we zijn nog niet zo heel erg lang bezig, sinds 8 uur vanochtend. Maar goed, je ziet dat de eerste kinderen staan al voor de deur. Hoe lang sta je hier al? 2 uurtjes. Hoe laat ben je hier vanochtend gaan staan? 8:30. Ook de voetballers zelf zijn enthousiast over de spaaractie. Dat is iets nieuws, hè. Normaal krijg je altijd die profs te zien, maar nu krijg je gewoon de lokale mensen te zien. Ja, voetbalplaatjes zijn toch alleen maar voor sterren? Ja, maar ja, wij zijn ook sterren. Alleen dan van het dorp. Ja, ik vind het erg leuk om mezelf terug te zien, maar om te krijgen, ik weet niet of dat gaat lukken. Ik vind het echt een hele leuke actie, omdat je vrienden kan je ook sparen en jezelf en je teamgenoten. Dus ik vind het echt een hele leuke actie. En wat is er nou leuker als dat je zoon, dochter, neefje of nichtje op een voetbalplaatje staat en dat je over 5 jaar er nog eens een keer naar terug kan kijken? Sta je er goed op? Nou, ik heb iets te veel plezier gehad de avond van tevoren, dus ik had niet genoeg geslapen, dus ik zag er niet echt fit uit. Eén fanatieke verzamelaar heeft zich in elk geval al gemeld. Hoe lang ga je hier nog staan? Nou, dat weet ik niet. De hele herfstvakantie. Ja, dat denk ik wel. Wie boodschappen doet bij de supermarkt in het Anker, krijgt daarbij gratis enkele zakjes. Actie duurt, afhankelijk van het succes, 6 tot 8 weken.